Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Kjeld. Vandaag ga ik speelronde 18 in de Eredivisie bespreken. Deze speelronde stond ook in teken van de laatste speelronde voor de welverdiende winterstop. Voor uh, alle spelers en uh, de staf. En natuurlijk eigenlijk voor alle 18e clubs. Zowel ook voor de scheidsrechters en uh, assistentscheidsrechters, de vierde man en alle varren van dienst. De scheidsrechters en uh, de varren van dienst waren in deze speelronde niet al te top. Ja. Een paar dan, een paar. Nu, allemaal, dan uh, zeik je ze gelijk allemaal even af. Maar ja. Een paar van de KVB, ik heb hier het scheidsrechtersshirt, waren niet heel erg uh, top. De rest uh, natuurlijk uh, wel gewoon, uh, er zaten een paar scheidsrechters die wel gewoon uh, goed hebben gefloten. Alleen de VAR, die waren ook uh, alsof ze eigenlijk al uh, toe waren aan vakantie. Dat mag ook wel. Maar ja, ze hadden deze speelronde nog wel iets uh, scherper konne, uh, kunnen zijn, vond ik. Dan gaan we door met de wedstrijden. AZ heeft in de Eredivisie voor de vijfde keer... Op rij gewonnen in Alkmaar won het met veel moeite van SC Groningen dat een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde. Het duel was uh, amper begonnen toen Casamirio na vier minuten een, uh, rode kaart kreeg hij. Kwam met hoog even been bij Dani de Wit. In het is moeilijk te zeggen uiteindelijk of dit een uh, terechte rode kaart was. Ik vond zelf dat een uh, gele kaart uh, prima op uh, zijn plaats uh, was geweest, want uh, Dani de Wit uh, werd uh, nauwelijks uh, geraakt. Natuurlijk, als je de beelden versneld ziet. Of uh, langzaam ziet, is het natuurlijk heel anders. Maar ja, ik vond dat dit een uh, gele kaart... Als er geen uh, kaart was voorgegeven, alleen een uh, vrije trap, had ik er ook uh, mee kunnen leven. Maar ja, ik snap dat hier een scheidsrecht een gele kaart vreet. Maar rood, dat was toch wel een beetje overdreven. De gele wedstrijd bouwde Groningen daardoor dat ze met 10 man stonden. De hele as vol met verdedigers. AZ kwam er uh, nauwelijks tot uh, moeilijk doorheen. Uiteindelijk lukt het wel via de Zweet, Jesper Karlsson. Die uh, uh, wist de wedstrijd uh, te beslissen. Vanaf 25 meter kreeg hij uh, de bal en uh, belandde zijn schot uh, vervolgens uh, prachtig in uh, de verre hoek. Een hele mooie goal. Dus achter doelman Leeuwenburg verdween de bal. De overwinning maakt in de maand uh, december er voor AZ 1 uh, in, in ieder geval om niet te vergeten. In alle competities moesten 20 dagen uh, liefst uh, in actie komen. Moet uh, ik even goed zeggen. Moesten 20 dagen liefst 7 keer in actie komen. Het zal een beetje heel gek als ze in uh, de hele maand december 20 keer in actie moeten komen. En in alle competities. Uh, ja, waren ze gewoon sterk, heet het niks, laten liggen. Sterker nog, alle duels werden gewoon gewonnen. Daardoor doet AZ na die slechte start gewoon weer prima mee in de bovenste regio's van de competitie. Vitesse heeft het eerste seizoen zelfs afgesloten met een uh, moeizame overwinning op hekkensluiter Pek Zwolle. Die uh, nog wel goed aan de wedstrijd uh, begonnen. Het, het noteerde binnen het eerste kwartier uh, al uh, twee goede kansen. Terwijl Vitesse tot uh, de 16 uh, kwam van de Zwolle. Naren. Kort voor rust dacht uh, Pek wel even op uh, 0-1 voorsprong te komen door een uh, doelpunt van uh, Mustafa Saimak. Maar het uh, doelpunt werd uh, Wegens buitenspel afgekeurd, waardoor alle festiviteiten gestaakt dienden te worden. Waar het één minuut voor rust geen prijs was, was het één minuut na rust wel prijs. Dit keer voor Vitesse. Lobby's Openda strafte namens de Arnhemmers slordig balverlies af en schoot zijn tiende van dit seizoen binnen. Door de zegen klimmen de Arnhemmers naar de vierde plaats. Voor de ploeg van Thomas Letsch was het een zeker succesvolle en geslaagde eerste seizoen. zelf. als je het mij vraagt, waarin Vitesse naast de volgende ronde van het knvb bekertoernooi ook voor het eerst in de historie Europese overwintering afdwong in de Converse League. Natuurlijk heel erg knap van Vitesse. Het was ook een bijzondere avond voor assistent-scheidsrechter Sander van Roekel. De grensrechter had na 556 duels in het betaald voetbal, namelijk voor de laatste keer, zijn vlag in zijn handen. Feyenoord zal met een goed gevoel in ieder geval de feestdagen ingaan. Drie dagen na de gevoelige nederlaag tegen Ajax in de klassieker reekten de Rotterdammers in Friesland overtuigend af met de sportclub Heerenveen. Even leek het erop dat uh, Feyenoord het zichzelf uh, weer uh, moeilijk uh, zou maken door uh, de kansen niet te benutten. Maar na een uh, prachtig uitgespeelde aanval kwam uh, de bal uh, terecht bij de jarige Job uh, Guus Til, ...die met een uh, schot in de verhoek zijn tiende competitiegoal maakte. Vlak voor rust verdubbelde de Argentijn Marcos Senesi die uh, ja, dom uh, in de klassieker nog een uh, eigen doelpunt te maken... Uh, uh, verdubbelde de marge door uh, raakte koppen uit een uh, corner van uh, Orkan Goetjew. In de tweede helft ging uh, Feyenoord op diezelfde weg door. Het was nog wel even schrik voor de Rotterdammers. Henk Veerman uh, leek de spanning eens uh, terug te brengen door uh, raakte koppen. Maar na een uh, lange lijnenstudie van de VAR die heel erg lang duurde, ging het uh, doelpunt niet door vanwege buitenspel. Vijf minuten nadat de treffer was afgekeurd lag de bal aan de andere kant wel in. Kopspecialist Brian Linsen werd vrijgelaten door de Friese defensie. Feyenoord was in het hele duel oppermachtig tegen een heel pover Herenveen. Het was uh, een van uh, de beste wedstrijden, denk ik wel. Van uh, de Rotterdammers in uh, deze eerste seizoenzeld. Gezien het aantal kansen dat uh, Feyenoord uh, kreeg deze wedstrijd, had de marge dan uh, nog wel iets groter uh, kunnen zijn. NEC heeft de Willem 2 reeks zonder overwinning verlengd met nog een wedstrijd. De Nijmegenaren speelden een probleemloze wedstrijd in uh, Tilburg. Willem 2 toonde zich bedrijvig aan het begin van de wedstrijd. Linksbek Calvin Verdonk kwam in ieder geval goed weg nadat scheidsrechter Danny Mackley zijn duw op de rand van eigen strafschopgebied niet als overtraining beoordeelde, wat ook zeer terecht was als je het mij vraagt. Na slimme steekpaas van Jordi Bruin faalde Matson niet toen hij oog in oog stond met de Willem II doelman Timo Wellenreuter. Na de pauze zochten de Tilburgers naar de gelijkmaker. En nam het uh, steeds meer uh, risico na het, uh, na, na het uh, einde van uh, de wedstrijd. Scoren lukte Willem 2 alleen niet. En de C profiteerde ook niet van uh, de geboden ruimtes uh, die het kreeg van uh, Willem 2. Door de nederlaag blijft Willem 2 in ieder geval op 18 punten steken. Ja, Windham 2 staat uh, na een uh, goede start die ze toch wel een beetje verprutst hebben. Dit uh, ja, aan het einde van deze eerste seizoen zelf uh, nog wel gewoon uh, op de veertiende plek. Het duel tussen Heracles Almelo en Sportcup uh, Gambu heeft in ieder geval geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd eindigde namelijk in 1-1. Heracles was uh, de gevaarlijkste ploeg in ieder geval in de eerste helft. De Friese werden ook uh, na rust uh, achteruitgedrukt... Maar scoorde wel dankzij invaller Michael Braai. Hij schoot een uh, vlot uitgevoerde aanval. Na de tegenvaller zette Herakles nog eens extra aan. Stevens probeerde een harde schot van Lausen te vangen, maar slaagde daar niet in. Uiteindelijk stond uh, Kiewemotzoglu. stond in ieder geval uh, vervolgens op uh, de juiste plek om uh, uit de rebound een verdiende gelijkmaker binnen te tikken. Daardoor sluit Gambu het kalenderjaar af op een keurige achtste plaats. De promovendus uit Leeuwarden is toch wel een, nou eigenlijk de verrassing, samen met Go Ahead en NEC, allebei dus alle drie promovendus. Ja, sluit het gewoon een prima eerste zelf en staat het na 18 wedstrijden al op 28 punten. Irakles heeft er 10 minder en neemt de 13e plek in. FC Utrecht heeft in extremenis een nieuwe domper weten te voorkomen. In eigen galgwaard keek de ploeg van René Haken tegen FC Twente lang tegen een achterstand aan. Tot in de extra tijd zorgde Mimoun Mahi voor een punt. Na geklungel in de opbouw bij FC Utrecht, strafte uiteindelijk de spits van Twente, Ricky van Wolswinkel, na ruim een kwartier een fout van Mike van der Hoorn goed af. Kort na rust kwam FC Twente uiteindelijk met uh, tien man te staan door een uh, onbegrijpelijke rode kaart van Sadilek. Uh, de VAR stak er uiteindelijk uh, ook uh, geen uh, stokje voor. Ja, als dit een uh, rode kaart was, ja, dan uh, kan je bij alle dingetjes een rode kaart geven. Want uh, ik weet niet wie uh, hiernaar gekeken heeft als VAR, maar in ieder geval die mag wat uh, beter gaan kijken de volgende keer. In ieder geval de tweede seizoensgeld van uh, de Eredivisie na de winterstop. Met meer opportunisme hoopte Utrecht uiteindelijk nog een punt uit het vuur te slepen. Er kwamen maar liefst acht minuten speeltijd bij. Waarvoor dat was, waarom? Geen idee. Er waren natuurlijk wel wat wissels die lang duurden bij dit duel. Eén daar, een blessurebehandeling. Maar acht minuten, ja, ik weet niet. Misschien wouden ze gewoon, hadden de scheidsrechters of het var team een totootje gezet. Dat FC Utrecht gelijk zou spelen. Het zou misschien daar kunnen komen. Maar ja, uiteindelijk kwam de 1-1 er dan toch, maar hij sleept uiteindelijk dus toch nog een uh, zwaar bevochten punt uit het vuur door in de 95 ste minuut van de wedstrijd de 1-1 binnen te koppen. Door het gelijkspel gaat FC Twente de winterstop in als nummer 6 van de Eredivisie. SC Utrecht staat 7 en verzamelde 29 punten. Ajax sluit het kalenderjaar 2021 af in stel. Zonder zorgen en met vlagend knallend werd uh, Fortuna Sittard met uh, 5-0 over de knie gelegd. De Amsterdammers waren wel gewaarschuwd aan het begin van de wedstrijd nadat... Uh, Fortuna goed begon in Amsterdam met een paar goede doelpogingen, maar Ajax raakte niet in de paniek en ze nam snel de controle over deze wedstrijd. Na een klein kwartier opende Daley Blind te scoren. Zijn eerste schot op doel werd nog wel geblokt, maar de tweede poging was uiteindelijk wel voldoende en hard genoeg om de bal in de goal te laten vliegen. Tien minuten later bewees uh, Anthony maar weer eens zijn klasse die in uh, de klassieker uh, tegen Feyenoord de vorige wedstrijd toch wel uh, ontbrak. Was het uh, nu zeker geen sprake van. Die, uh, ja, Anthony speelde echt een hele goede wedstrijd uh, op uh, de half de rechtsvoorpositie. Met een mooi geplaatste schot in de verre hoek liet uiteindelijk uh, Van Osch, doelman van Fortuna Sittard, kansloos achter. In de tweede helft speelde Ajax sierlijk, uh, maar was het niet echt doeltreffend. Rens scoorde wel uh, de derde voor uh, de Amsterdammers na weer een uh, mooi bekeken balletje van de Braziliaan Rechtsbuiten Anthony. De laatste twee treffers die kwamen van uh, de topscorer in de eredivisie, in ieder geval daardoor de topscorer van de eredivisie Sebastian Haller. Hij ramde een uh, verdiende strafschop uh, binnen. In ieder geval. En ook uh, scoorde hij uh, zijn tweede van de avond, die ramde hij ook uh, prachtig binnen. Met twaalf doelpunten dit seizoen, tot nu toe dan voorlopig is Haler de topscorer van uh, de Eredivisie. Zo viel erg uh, weinig te klagen op het uh, spel van de Amsterdammers. En natuurlijk op uh, deze hele eerste seizoen zelf wel staat het dan uh, tweede. Maar ja, alsnog prima, er kan natuurlijk nog uh, van alles gebeuren. Na de winterstop uh, mag Ajax ook die veelbelovende Champions League campagne hopelijk goed uh, doorzetten in de achtste finales tegen Benfica. Ook is er nog volop in de race natuurlijk voor uh, de KNVB-beker en natuurlijk uh, voor uh, de titels samen met uh, PSV en Feyenoord. Het uh, gat tussen die drie clubs uh, is maar heel erg klein. Dat alles dus uh, mooi na de winterstop. Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk hebben 2021 afgesloten met een remise. In een moeizame wedstrijd had de thuisploeg wel de meeste mogelijkheden, maar een uh, grote fout uh, van uh, Tom Beugelsdijk, die uh, uiteindelijk uh, vroeg in ieder geval uh, een uh, cadeautje gaf aan uh, RKC Waalwijk, bleek uiteindelijk uh, peperduur. De eerste helft was van een uh, zeer matig niveau bij de ploegen. Probeerden de rijen gesloten te houden. En uh, waren vooral erg slordig aan uh, de bal. Het onzorgvuldige spel leidde uiteindelijk af en toe. Tot wel wat uh, mogelijkheden. En grote kansen kwamen er niet. In de 27e minuut was het wel raak een enorme blunder, dus van. Uh, Tom Beugelstijk Hij ging uh, gruwelijk uh, in de fout uh, door de bal zomaar in de voeten van RKC-aanvaller Jens Otka te spelen. Voor hem was het uiteindelijk een uh, koud uh, kunstje om uh, de bal langs uh, doelman Okoye te schuiven. Na 39 minuten maakte Sparta in ieder geval de gelijkmaker. Oude bracht een hoekschop van uh, Mijnans uh, voor het goal en uh, van Krooi was er snel bij om uh, goed af te werken. Na de pauze uh, maakten beide ploegen een uh, vrij machteloze indruk. Sparta ging uh, overtuigend in ieder geval uh, op uh, jacht en, uh, ja, en vooral heel veel uh, tempo lag er in het spel om naar uh, de derde competitie te zegen. RKC bleef uiteindelijk uh, ja, bleef zonder uh, grote problemen overeind maar kon uh, in aanvallend opzicht even min uh, veel afdwingen. Niemand kon uiteindelijk later in de wedstrijd het verschil maken waardoor het dus gelijk in een gelijke spel eindigde deze wedstrijd. Sparta verlaat door het punt in ieder geval wel de 17e plaats. RKC die blijft 15e. PSV heeft de laatste wedstrijd van 2021 gewonnen en gaat de winterstop in als koploper. In Eindhoven waren ze een uh, maatje te groot voor Ahead Eagles. Eind september had de uh, PSV in Deventer nog in ieder geval uh, grote moeite met uh, Ahead. Dan werd er maar uh, 1-2 gewonnen door uh, een late doelpunt van uh, Marco van Ginkel. Return kostte PSV beduidend in ieder geval minder moeite. Al binnen 9 minuten lag de 1-0 erin. Philip in Wenen kreeg de bal van Erik Coutieras. Hij kwam naar binnen Mwene en Wenen plaatste hem vanaf randje 16 in de verre hoek. Het was zeker niet hoogstaand veldspel. Wat de Eindhovenaren lieten zien. Maar het was duidelijk wel veel sterker dan Go Ahead. Joris Kramer haalde halverwege de tweede helft uh, een doorgebroken uh, vertessen neer. Na terugzien uh, van de beelden gaf uh, arbiter Dennis uh, Hiegler daar een directe uh, rode kaart voor. In, uh, toen hij het uh, gewoon, uh, ja, hij, uiteindelijk op de aanraden van uh, de VAR uh, gaf hij dus een rode kaart. Zelf zag hij het uiteindelijk niet. Uh, ja, hoe, hoe je dit niet kan zien, uh, is ook maar een uh, vraag. Maar ja. Uiteindelijk was het dus wel een rode kaart en uh, moest uh, Goet in ieder geval met 10 uh, man uh, verder. Daardoor niet veel later besliste dus uh, Cody Kapko uiteindelijk de wedstrijd op aangeven van uh, Maxi Romero. Ondanks uh, de nederlaag sluiten de ploeg van uh, Kees van Wonderen... De knappe eerste seizoen zelfde uh, af op uh, de elfde plaats. Kees van Wonderen vertrekt ook naar dit seizoen. Daar kwam uh, vanmiddag, uh, ja, 24 december uh, vanmiddag, kwam daar een bericht over... dat uh, Kees van Wonderen een nieuw avontuur, een, een nieuwe start met de ploeg. Hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan, al is dit seizoen natuurlijk nog uh, lang niet voorbij. Wil Hij in ieder geval wel een, een nieuwe stap, uh, uh, natuurlijk, uh, Kees van Wonderen... Danny Buijs bij FC Groningen gaat na dit seizoen ook weg. Dus misschien ja, daar is wel een stoeltje vrij voor me. In ieder geval voor Kees van Wonderen. De vraag is of hij het gaat doen. Dat weet ik niet. Ik denk het wel, omdat uh, daar het stoeltje vrij is. Maar in ieder geval uh, hopelijk dat hij uh, samen met uh, deze Wonderploeg, toch wel Ahead Eagles, uh, nog een uh, stuntje in uh, de rest van het uh, seizoen kan neerzetten. Na nou, 18 wedstrijden gaat PSV dus aan uh, de leiding in de Eredivisie. Ajax volgt maar op 1 uh, punt achterstand. De eerste seizoenzelfde uh, zit erop. Dat uh, betekent ook dat we natuurlijk even naar de stand gaan kijken. PSV, dus wat ik al zei, de koploper met uh, 43 punten. Heel goed. Ajax, tweede met uh, 42 punten, 1 puntje daarachter. Feyenoord volgt dan op 4 uh, punten van uh, PSV en op 3 uh, punten van Ajax Vitesse. Ja, loopt toch wel uh, wat achter. Ook AZ, wat ik al zei, die komen er ook weer goed aan. SC Twente wel uh, gezakt door het gelijkspel tegen FC Utrecht naar plek 6. Dus op uh, plek 7 zien we dus uh, FC Utrecht, uh, de promovendusclubs uh, Gambuur en NEC. Uitstekende eerste seizoen zelfs uh, afgesloten op uh, plek 8 en 9. Op uh, plek 10 Heerenveen valt toch wat uh, tegen van uh, de ploeg uh, van uh, Johnny Jansen. Goed Eagles, wat ik ook al zei, prima gespeeld deze eerste seizoen zelf uitstekend op plek 11. 12 dus SC Groningen met 19 punten. 13 Herakles ook met 18 punten. Hetzelfde geldt voor Willem II. Ook 18 punten uit de uh, 18 wedstrijden. Hey, dat is ook leuk. Op plek 14 dus Willem II. 15 zien we dus RKC Waalwijk. De ploegen die we toch wel een beetje daar verwachten. Met uh, 16 punten. En uh, ja, Sparta, Rotterdam en Fortuna moeten toch al een klein beetje gaan uh, vrezen. Of uh, in ieder geval nieuw materiaal, nieuw spelersmateriaal halen voor uh, de tweede zelf. Wolle blijft nog de hekken sluiten. Ook daar zullen misschien wel nieuwe aankopen moeten worden gedaan. Al uh, ja, moet er natuurlijk wel geld voor, uh, voor vrij zijn, natuurlijk voor de proef van uh, Dick Schreuder. Maar ja, Pex sluit dus deze eerste seizoen zelf af op de laatste plaats met zes punten. Voor alle 18 Eredivisie clubs Spelers, Staf, noem het allemaal maar op. Voor heel KVB, Scheidsrechterskorps, VAR, Assistent Scheidsrechters, Hele KVB. Dus is het even Winterstop. Voor mij is het ook Winterstop. Dus uh, zal deze Eredivisie nabeschouwing uh, ja, dus, uh, drie weken, drieënhalf weken even stil liggen. Ja, ik ben er dus wel weer uh, met uh, een uh, nieuwe nabeschouwing. Dat uiteindelijk uh, 17 januari. Dus dat duurt nog even. In die periode ga ik denk ik wel video's op, uh, uh, opnemen en uh, uploaden. Wat het gaat worden, dat is nog even een verrassing. Weet ik zelf eigenlijk ook nog niet. Ik heb wel een klein kleine ideetje in ieder geval. Hebben jullie nog ideetjes? Laat dat zeker even hier beneden in uh, de reacties. Uh, achter Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker de blauwe duim zo omhoog. Abonneer gelijk dan hier beneden. Volg me zeker ook even op Instagram en Twitter. Dat is wel belangrijk om op de hoogte te blijven. In ieder geval wat ik ga doen. Maar ja, als je dat belletje aanzet, dan ben je natuurlijk ook uh, op de hoogte. En dan uh, krijg je gelijk een melding wanneer ik uh, weer een nieuwe video upload. De FIFA-video's. Op, uh, zondag, uh, ja, op uh, zondagochtend, zondagmiddag. Zullen we wel gewoon elke week uh, door blijven gaan. Misschien dat ik ook wat meer FIFA, uh, FIFA op de Rote Glory uh, uh, Ultimate Team ga uploaden. Dat moet ik nog allemaal even zien. Maar ja, als jullie ideeën hebben, laat dat dus zeker uh, in de reacties achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Doei doei.